Neocyolus cucumerus wordt veel gebruikt voor de biologische bestrijding van trips. De nymfen en adulten zoeken actief naar voedsel. Wanneer cucumerus zijn prooi vindt, prikt hij deze met zijn monddelen en zuigt deze leeg. De roofmijten kunnen zich voortplanten door zich te voeden met andere dierlijke en plantaardige voedselbronnen. Hierdoor kunnen ze populaties opbouwen nog voordat de plaag zich voordoet. Benieuwd naar andere bestrijders? Bekijk ons YouTube-kanaal voor meer video's.